Het begon allemaal met Libelle die aankondigde een tour te organiseren door de Bijlmer voor haar lezeressen. Daar kwamen wij vervolgens overheen met een grote grap en trokken het helemaal over de top. En ja hoor, daar was weer die kleine minderheid die zijn geld verdient met racisme roepen. Denk bijvoorbeeld aan Sylvana Simons of Kuzu. Dag, meneer Kuzu. Goedemiddag. Goedemiddag, Rutger. U bent boos, hè? Ik ben niet zo boos. Ik heb een glimlach op mijn gezicht, maar jij probeert dat altijd te framen als boos, hè? Nou ja, goed, oké. Ja, gaan we weer op die tour. Ik zag een filmpje van jou waarin jij zei dat iets wat wij hadden gedaan absoluut niet kon. Ik heb me daarover opgewonden, ja. Dat klopt. Omroep Poont heeft afgelopen week een filmpje gemaakt in de Amsterdamse Bijlmer, waarin mensen met een Afrikaanse en een Caribische achtergrond op een walgelijke wijze worden weggezet. Kijk hier eens even naar. De Libelle die komt met een heuse Segway-tour door de Bijlmer, zodat alle Libelle-lezeressen lekker kunnen genieten van mooie donkere mannen. Welkom bij de Bijlmer-tour. We gaan lekker op safari aapjes kijken. Je mag dus gewoon voeren. Kijk, let op. Geen oogcontact, geen oogcontact. Oké, wegwezen, wegwezen! Lees eens de reacties op je eigen Facebookpagina en kijk wat voor emotie je losmaakt. Kijk eens onder je eigen Facebookpagina. Maar wat is er mis met emotie losmaken? Nee, dat is negatieve emotie. Mensen voelen zich gestigmatiseerd. Maar ook daar is toch niks mis mee, negatieve emotie losmaken? Dat mag jij vinden. Waar het om gaat is dat... Vrijheid, hè? Heet dat vrijheid van pers? Je hoeft me niet te vertellen wat vrijheid is. Dit gaat niet om vrijheid, dit gaat om fatsoen. En daarom heb ik de minister gevraagd om de positie van Poont in het publieke stelsel te heroverwegen, ja. Weet je wat er zou gebeuren in Turkije als we dit hadden uitgezonden? Dat kan je vragen, maar we zijn hier in Nederland. Ik denk dat we dan gelijk in de gevangenis zaten. En dit is dus precies Poont, proberen te framen. We zijn hier in Nederland, Rutger. Framen, maar... En ik heb hier kritiek op een filmpje. Oh, dat mag ook. Hebben gemaakt, ja, dat mag ook. Jullie hebben gemaakt en dan haal jij er Turkije bij, Erdogan bij. Als je doorgaat op deze tour, dan zal ik alles wat in me zit ook gebruiken om ervoor te zorgen dat jullie geen onderdeel meer maken van het publieke stelsel. Ja, en dat is mijn standpunt en dat vind ik, ja. En dan raak ik opkijken dat ik een bruggetje maak met Turkije. Nee, het gaat niet over Turkije. Ja, daar gaat het wel, want het is precies, je doet precies wat ze daar ook doen. Even een krant sluiten. Sluiten we toch even een krant, bevalt ons niet wat ze doen. Even een omroep sluiten, bevalt ons niet wat die omroep doet. Hoppakee, dicht ermee. Precies wat je doet. Het gaat niet over Turkije, het gaat om wat jij hebt gedaan in de Bijlmer. Ja, maar ik leg de link. Jij zegt hier maar raar dat je die link legt. Het is helemaal niet raar, want je doet precies hetzelfde. Dit is dan jouw bestaansrecht? Dat humor, jij... humor kan niet meer als er humor... Nee, bepaal jij niet? Nee, dit is geen humor meer. Dat bepaal jij niet? Nee, ik mag zelf bepalen wat ik wel en niet grappig vind. Dat mag ook, maar dan kan je niet zeggen daarna we gaan de boel verbieden. Dat doen ze in Turkije. Ik vind het vreselijk wat je doet. Ik gun het je ook van harte, want je mag het ook vreselijk vinden. En je mag het ook. Ik zou alleen tegen je willen zeggen, wees verstandig en ga niet omroepen in de ban doen. Want in zo'n land leven wij hier niet. Jij gaat niet bepalen wat ik wel of niet mag vinden. Wat ik nu merk, is dat we constant in herhaling vallen. En ik heb ook nog een volgende afspraak. Ik dank je vriendelijk. Dank je wel, hè. Dag. En zet hem op, hè. Ga ik doen, Rutger. Maak je geen zorgen over mij, hoor. Met mij komt het goed. Ik zal me meer zorgen maken om jezelf.